geeft weer niet heel veel vertrouwen bij de kiezers Precies, als dit zo ja. onrustig is. Je en, moet daar ook naar kijken en dan ben jij verantwoordelijk voor. Ja, dat is, uh, dat, dat, podcast, dat is eigenlijk ja. een, uh, een drama gewoon. Het is natuurlijk heel gênant, want zoiets komt altijd uit. Hoe realistisch is dat? Blackbox podcast. Black podcast met Bert Bransma en Bas Rijnierse. De, de Verkenners. Ja, welkom bij de Verkenners. nummer Ocho! Met mijn compaan Bert Bransma. Bert, ik uh, applaudisseer, want jij oh. begint langzaam Mr. Bigstar te worden, merk ik, in onze YouTube-comments. Ik heb hier van onze inmiddels trouwe kijker Yasuin Yasuin, of Yacoin Yacoin. Bert heeft zich geweldig ontwikkeld. Ik heb hem zien binnenkomen op jullie kanaal. En ik heb hem inmiddels als de ster en voortrekker van jullie kanaal zien ontwikkelen. Ga zo door, mannen. Wat ja. is daar op je reactie, Bert? Uh, nou, ik ga er een beetje van blozen. <laughs> nee, je ziet het niet, hè? Onder de, onder de nee, er komt er gelukkig dat die make-up erop zit. <laughs> want anders. Nee, maar... Uh, ja, goed. Uh, uh, dit is nooit mijn bedoeling geweest. In ieder geval. Ik ben uh, ooit binnengehaald bij uh, Blackbox... vanwege uh, mijn vaardigheden... in het uh, editen van video's. Ja. En uh, op een gegeven moment, omdat het allemaal politieke... politieke video's waren... Uh, werd mijn mening wel eens gevraagd. En uh, dat is een beetje uit de hand gelopen... Ja, nou, je gaat ook meteen wat rechter zitten. Ja, dat en, ja. Ja, <laughs> nee, hartstikke van. goed. Ja, dankjewel, Jacqueline, voor jouw, uh, ja, jouw onuitputtelijke bronnen aan vragen en uh, opmerkingen. Ja, er zijn nog veel meer, Bas. Ja, laten we doorgaan. Ja, uh, van der Staai heeft ook gereageerd. De, de van der Staai? Denk het niet. Oh, jammer. Ah. Ik weet niet wat je van A van hoe, hoe je dan op Case komt. Maar... Ja, precies. Ja. Ik heb weer genoten van jullie uitzending. Als kers op de taart is het nu twee keer per week. Zeker. Nu stel ik een hele rare vraag, omdat Pieter Ontzicht nog steeds niet bekend heeft gemaakt wie er eventueel minister-president wordt, kan het toch ook zijn als zijn partij wint met de verkiezingen, iemand aan kan wijzen om het te zijn. Het hoeft niet van zijn eigen partij te wezen, toch? De stunt zou zijn als Mo Mona Keizer het werd. Ja, nee, dat, dat klopt. Dus in principe, ja, dat is nog nooit gebeurd, maar dat, dat kan. Je kan ja. iedereen aanwijzen als premier. Ja. He, dus als ons zich nu de verkiezingen wint, kan hij jou bellen. En zegt hij: Bert, jij bent zo vakkundig en je bent ook nog muzikant en je bent media -geniek. Ik wil jou als premier. Kan. Ja. Ja, hij heeft mijn nummer, dus. Uh... Ja, maar dat gebeurt nooit. Maar daarom zijn er wel uh, initiatieven zoals een zakenkabinet. Daar is, uh, daar is over nagedacht. Uh, ja, een, een goed voorbeeld daarvan uh, is wat in de provinciale staatsverkiezingen is gebeurd na 2019. Mm -hmm. Want toen had uh, FVD uh, gewonnen ook in Limburg. Alleen daar kwamen ze toen niet uit met het formeren. Dus wat ze toen uiteindelijk hebben gezegd is dat er een zakenkabinet gewoon moest komen, dus dat ze een soort van experts op elk dossier hebben gezet oh ja. als bestuur. En dat is toen eigenlijk wel heel goed gegaan. Zo goed dat ze bij deze verkiezingen van dit jaar in maart ook zeiden: van ja, misschien moeten we dat gewoon weer doen. Want mm -hmm. Dat heeft wel bevallen. Dus op provinciaal niveau kennen we dat al. Ja. Maar in een landsbestuur, dus kabinet, hebben we dat nog niet eerder gezien. Nee, is nog niet gebeurd. Nee. Maar uh, omdat hij natuurlijk twijfelt om zich. en uh, ja, de, de ideologische lijntjes met CDA en BBB zijn natuurlijk kort. zou je. Kunnen zeggen, ja, waarom zou ik niet Mona Keizer vragen? Want dat is toch de BBB premierskandidaat Ja, ja dat ga, dan ga je er alleen wel van uit dat om zich wint. Maar die <laughs> dat, gaat winnen. Dat uh, lijkt me ook, uh, zoals nu, uh, nu de ja. peilingen voorstaan, lijkt mij een waarschijnlijk een scenario. Maar, ja, goed. maar hij gaat Mona niet bellen, dat denk ik niet. Ik denk, denk dat hij het gewoon zelf gaat doen. Ja, ja, ja. Jij denkt, uh, ja hij nou goed dan alleen hij wilde wel een andere invulling aangeven... als zijn voorganger gedaan heeft, als als hij. Wat eigenlijk. moet dat dan inhouden? Hij wil meer privéleven overhouden. Hij wil niet zo als Part-time functie. Nou, hij wil niet als zo'n verstokte vrijgezel als Mark Rutte door het leven. Hij heeft een gezin met vier kinderen en dat vindt hij ja. ook belangrijk. Nou, ik heb dus wel uh, gisteren begrepen vanuit Els vier Weekblad dat hij wel met zijn vrouw aan het overleg is om toch premier te worden en hij oh, wil ja. daar repliek van van zijn gezin. Van ja, hoe zouden jullie dat vinden? Ja. Ik kan me niet voorstellen dat, dat hij dat niet eerder heeft besproken, want hij staat al. Zoveel tijd nu bovenaan in de pijn. Nou, als ik zijn, toen zijn partij net begon, toen uh, was het allemaal nog zo uh, broos en, en ja, zo nieuw. Volgens mij heeft het hem toch een beetje overvallen. Want toen hij begon, ook, ja. toen verwachtte hij ook niet dat hij eerste zou worden. Maar ik denk dat hij zo'n grote gunfactor heeft gekregen over de smerigheden die hem ten deel gevallen zijn. Mm. Dat uh, ja. Ik, ik denk, ik geef het een grote kans hoor. Ja, de van der staai, kijk je even aan. Geloof mij, 22 november gaan we stemmen. 23 november word jij wakker met Pieter Omzicht. die een persconferentie geeft. omdat hij de verkiezing heeft gewonnen. Daarna gaan ze formeren en wordt hij premier. Zo niet, dan, dan stop ik met het programma. Wat, ja, Bas, moet je wel ja. alleen. Ja, dan wordt het de Bert Bransma Show. Oh jee. Ja. Hey, we hebben nog weer een vraag gehad van Jamukjao. Ook bekende. Ook van YouTube weer. Was ja. weer een leuke om, nee, was weer leuk om deze aflevering te volgen. Ik hoorde iemand de vraag stellen over stemmen in het buitenland. Ik stem ook vanuit het buitenland en vraag me af wat er met de stemmen gebeurt nadat ze zijn aangekomen in Den Haag. Je kan bij elk stemkantoor gaan controleren tijdens het tellen. Maar wie bewaakt of controleert de buitenlandse stemmen? Ja, want je hebt bijvoorbeeld uh, ook in het Caribisch gebied. Uh, dan moet, die moet dan de hele oceaan nog over, uh, ja. uh, die, al die stemmen. Maar je hebt ook uitgezocht hoe dat dan werkt, uh, Dat is correct. Je kan uh, in ieder geval vinden het uh, controleprotocol van het Nationaal Briefstembureau. En uh, dat is te vinden onder downloads bij nou ja, controleprotocol Nationaal Briefstembureau plus optellingen.osv2020pdf. Uh, Linkje zetten we onder de video. Ja, maar maar, maar wat gaan dat proces doen? Dan? Nou, dus, um, de, er wordt eerst gewoon geteld en dan, dat gebeurt ook met al een dubbeltelling zoals dat hoort. Dus één persoon doet het en een andere persoon telt het nog een keer. Laten we zeggen, Aruba, wordt dat dus zo geteld? Ja, nou ja, goed. Het gaat, ik, ik, ik denk dat ik heb het hier nu over de briefstemmen die dan hè, van, vanuit het buitenland. Komen. Ja, 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 ja. Zoals bij ieder stembureau wordt alles op één, sta, op één hoop gegooid en dan worden ze uitgefilterd eerst op partij. Ja. En dan... Uh, dan worden die eerst al, alleen de partijnummers uh, geteld. En dan, daarna ga je nog een controle telling doen. En daarna ga je ook nog eens een keer per kandidaat alles weer bij langs. Dus dan ga je durven... Uh, mm -hmm. hoeveel uh, voorkeurstemmen er ja. voor een kandidaat geweest zijn. Nou, al die cijfers moeten natuurlijk met elkaar overeenkomen. Ja. Als dat hele proces klaar is van alle partijen, nou, dan, uh, dan wordt. Alles weer opgeborgen zoals het is en dan wordt er een loting gedaan en wordt van drie partijen wordt nog een he complete hertelling gedaan weer door nieuwe mensen. Mm, Oké. Okay. Gewoon een soort steekproefcontrole. Dus van drie van de, nou ja, twintig partijen of zo die meedoen en dan uh, wordt het gewoon nog een keer helemaal over gedaan. Ja, dan moet het weer kloppen met die eerste resultaten. Anders heb je een probleem. Maar het is in het buitenland. Ik denk dat de vraag nee. ook meer is van hoe, hoe, hoe komt dat dan in Nederland? Nee, nee, dit is dus van de stemmen die in Den Haag verzameld zijn. Als... Oh, dus ze gaan van het buitenland ja. naar Den Haag? Als jij in het buitenland woonachtig bent of ja. verblijft... dan kun jij verschillende opties doen. Je kan je... Je moet wel als je het buitenland echt verblijft, moet je een gerichte aanvraag doen. Want je hebt geen woonadres meer in Nederland, immers. Mm. Uh, dat je nog wel kiesgerechtigd bent en dat je vanuit het buitenland wil stemmen, dan wordt vanuit Den Haag worden jou die hele papieren toegestuurd. De gemeente Den Haag. Ja, en, en daar is een speciaal bureau voor. Dus het is niet het willekeurige normaal of niet het loket. normale loket ja. in, in Den Haag, maar het is een speciaal briefstembureau. En uh, die sturen dat naar jou toe, dan vul je hem in en er zit ook al helemaal instructie bij hoe het moet. Mm. Dan stuur je hem in en dat kan gewoon per post naar Den Haag terug, maar je kan ook naar de ambassade van het land waar je verblijft. Okay, okay. Dus de Nederlandse ambassade, stel, stel je zit in Rusland mm. uh, noemen ze wat. En, uh, en dan volgens mij zijn er nog steeds diplomatieke betrekkingen. Dan ga je naar de ambassade en je hem daarin, dan komt hij ook terecht in Den Haag uiteindelijk. Ja, ja, oké. Okay. Dat is toch gewoon een heel proces nog. En uiteindelijk ja. in het buitenland. Uh, ik weet even niet meer bij de provinciale staatsverkiezingen Maar dat kon toen toch nog op provinciaal niveau wel wat zeteltjes schelen. Hier en daar. Eh, hebben we het dan over. Ik, ik zeg maar wat hoor. Misschien honderdduizend mensen in het buitenland die. Die dan nog geteld moeten worden? Nou, ik, ik had wel de indruk dat uh, op zich uh, dat het niet zoveel zijn dat het nog echt hele grote veranderingen in de uitslag is. Misschien een had. soort restzetelverdeling. Precies. Dat het, uh, net dat laatste duwtje. Laatste dacht, duwtje. Even, ja. ja, daar zou ik moeten zien dat het er hooguit een keer één zetel kan verschillen. Ja, ja precies. In okay. die verhoudingen ligt het ten, ten opzichte van het aantal mensen dat gewoon in Nederland zelf verblijft. Ja, want ja. ik denk dat de, de volgende vraag hier ook op aansluit. Um, uh, voor de mensen die kijken, heb ik daar ook een, een persbericht van van de Rijksoverheid. Die is van Gudrun Hendrikman, en dat gaat over een wetswijziging die dit jaar, januari, is ingegaan. En uh, die zegt eigenlijk het volgende: er is dus een wetsvoorstel, nieuwe procedure, vaststelling, verkiezingsuitslagen, helemaal vol, maar dat komt er eigenlijk op neer. Dat is besloten dat er meer hertellingsmogelijkheden moeten zijn in het telproces, ja. waar dat voorheen niet gebeurde. Nou, dat, dat, uh, dat hebben mensen opgevat als zijnde van... oh, dus ze gaan dingen in één keer hertellen. Hè? Dat klinkt een beetje schimmig of obscuur. Maar ja. jij kent dit natuurlijk uit de eerste hand. Want ja. we hebben al een verkiezing gehad sinds januari dit jaar. Ja, Hoe heb jij dat ervaren bij de provinciale verkiezingen? Nou, de provinciale waren heel intens. En dat had vooral mee te maken dat, het, uh, nou, dat er dus extra controle eigenlijk in zit. Maar vooral ook dat... Um, dat er twee verkiezingen tegelijkertijd waren. Dus je stemde niet alleen voor de provinciale uh, staten, annex, Eerste Kamer ook, hè, dus dezelfde, dezelfde stemming, maar ook nog voor de waterschappen. Ja. En eigenlijk is dat uh, inmiddels, zoals de constructie nu is, en ook gezien het grote aantal partijen dat Nederland nu heeft. Uh, is dat eigenlijk de grote opgave? De, en dat is uh, algemeen ervaren uh, iets. De stembureaus ja. waren doorgaans niet voor drie uur uh, s'nachts uh, klaar. En sommige kantoren zijn gewoon gesloten. Omdat, uh, en zijn de volgende dag uh, door, uh, zijn ze verder gaan, uh, gaan tellen omdat het gewoon niet meer te doen was. Kijk, na drie uur s'nachts ben je meestal niet meer op je scherpst uh, mm. qua tellen. En dan, krijg je, dan maak je vergissen. Ja, dan moet alles weer herteld worden. En dan, uh, ja, dan gaat het nog langer duren. Dus ze ja, ja. Dus, dus hebben we ervoor gekozen om eigenlijk voor de zorgvuldigheid uh, meer uh, hertelmomenten te ja. nemen. Maar omdat er iets van twintig partijen zijn en, en afsplitsing, et cetera... Plus nog een tweede verkiezingen. Heeft dat er wel toe geleid dat dat heel druk is? Ja, die, die was, uh, was echt zwaar. En dat is een algemeen beeld. Dat van alle stembureaus. En wij waren eigenlijk nog. Ik, ik was dan in een klein, uh, klein kantoortje. En dat ging nog. Uh, wij waren maar ook al om drie uur uh, klaar. Maar wij waren ook echt klaar. Maar uh, hm. andere grote stembureaus. Ja, die, die moesten de volgende dag nog uh, verder gaan stemmen. Omdat ze gewoon hm. de, al die stapels papieren gewoon niet door waren gekomen. En wat er nog een beetje bij komt. Dat ze soms ook wel wat uh, tekort aan vrijwilligers hebben die mee willen helpen tellen. Dus uh, als mensen een idee hebben van, nou ik wil ook kijken hoe dat allemaal werkt en ik denk dat je dat je van harte welkom bent als het nog kan trouwens, hoor. Maar uh, mm. meld je vooral aan, want uh, dit is heel belangrijk. De, de onderliggende vraag denk ik van deze persoon op LinkedIn, dus Gudrun Hendrikman. Mm. Is uh, van in, in hoeverre is het dan nog betrouwbaar als het nog heel vaak herteld kan worden? Hè? Zit er dan een soort van lekmogelijkheid in volgens jou, of heeft, of heeft het juist gezorgd voor meer zorgvuldigheid? Ik, ik denk dat het juist heel goed is dat er uh, controlemomenten uh, op alle, alle, alle niveaus uh, ingebouwd worden. Okay. Dat je gewoon ja, meer zekerheid hebt dat dingen kloppen. Oké, okay. nou, mooi om te horen. Ja. Um, ik denk dat het nog goed is om te zeggen dat wij ook vorige week... Volgens mij zat jij ook in die live uitzending van Blackbox Today. hebben wij een interview gehad met Jacqueline Mulders. Ja, daar was ik bij, ja. ja zij is verkiezingswaarnemer uh, voor de Rijksoverheid. Zij heeft vanuit buitenlandse zaken heel veel uh, ja, missies, noemen ze dat, gehad naar het buitenland. Ja. Zoals in het Midden-Oosten, uh, Afrikaanse landen waar de democratie nog niet zo ontwikkeld is. Zoals in Westerse landen. En is zij op missie gegaan om eigenlijk de verkiezingen zorgvuldig te laten verlopen. Of in ieder geval te kijken of dat zo is. Ja, zo... En aanbevelingen te doen. Ja. En uh, zij beaamt eigenlijk wat jij zegt, dat eigenlijk bij ons is het zo zorgvuldig, mm -hmm. dat het eigenlijk niet kan dat het, uh, uh, dat het ergens een, een nulletje erbij wordt gezet, of een nulletje eraf wordt gehaald. Want je hebt elke keer een vier-oog-principe. Ja. En, en, en ook bij elke centralisatiemoment, dus van stemlokaal naar gemeente, ja. gemeente naar kieskring, kieskring naar de kiesraad, ja, dat, dan wordt het toch elke keer weer gecheckt. Ja, nou die vragen zijn ook, ook binnen uh, Blackbox überhaupt. In algemene zin zijn die ook naar ons gesteld. Ook wel ja. gericht aan mij, want, omdat ik in die uitzending ook zat. En ja, uh, het is heel lastig om ermee echt op grote schaal te frauderen. Waarom? Je ja. komt in zo'n stemlokaal met een aantal mensen die je niet eens kent. Dus is een eerste, eerste telling een hertelling? Ja, als die niet corresponderen, dan moet die nog een keer geteld worden door een derde persoon. Ja, dus als jij daarmee wil frauderen, dan moet je eigenlijk al een mini-complot van minstens drie mensen heb, hebben, en dan moet je ook maar van uitgaan dat je dat geheim uh, vast wilt houden. Ja. En dan. Ja, dan zit je op één stembureau. En hoeveel... ja, ja. Je, je, het aantal stemmen moet ook weer overeenkomen met het aantal uitgereikte ja. stempassen. Ja. Dus je kan niet zomaar even zeggen van, nou ik heb honderd stemmen meer voor die favoriete. Dan wordt het weer herteld. Ja, dan wordt het weer ja. herteld. En, en dan uh, wat je gewoon zag, dat alle mensen die op de stembureau uh, werken, iedereen heeft tegenwoordig een uh, mobiele telefoon zo'n beetje, werd op een groot papier. Aan de deur uh, of aan de zijwand uh, geplakt. Bij iedere partij die klaar was, werden de cijfers opgeschreven. Mm -hmm. Gewoon op dat grote vel. En iedereen nam daar een foto van. En de, neemt dat mee naar huis. Ja, ja. En dan komt de week daarop, komen de uitslagen in de krant gedrukt te staan. En dan kan je gewoon uh, direct gaan controleren mm -hmm. of dat voor jouw stembureau nog steeds klopt. Ja. Nou, ik ben zo gek dat ik dat ook daadwerkelijk doe. En dat klopte gewoon. Hè. Dus ja, ja. Het kwam gewoon overeen. En dan zei iemand anders van ja, maar kan dat dan niet op de hogere niveaus? Nou, dat zou natuurlijk, in theorie zou je denken dat het kan. Maar als iemand de moeite zou nemen om al die krantenberichten bij elkaar te verzamelen en dat bij elkaar op te gaan tellen. En als het echt, echt heel erg groot gefraudeerd zou zijn, dan zou je daar onmiddellijk uitkomen. Moet het meteen opvallen. Ja. Ja. Alleen op kleine schaal. Dus bijvoorbeeld dat één persoon, dat is dus ook gebeurd bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, dat iemand had geïnstagramd van, als jullie PVV stemmen, dan ja. scheuren we de biljetten door. Maar ook dan zou dus een collega dat moeten zien dat dat gebeurt, want ja. het komt niet overheen met de stem passen. Precies. Ja, en dus je, iemand kan het wel doen, maar die wordt dan ook meteen gecorrigeerd. Nou Die persoon Sociale is die, die persoon alleen al omdat hij die uh, Instagram foto gepubliceerd ja. is is verwijderd uit de stemlokaal. Ja. Zo dat bewijst eigenlijk ook dat ja. het proces wel goed werkt. Nou ja, iedereen doet zijn best in ieder geval die daaraan ja. meewerkt. En uh, dat zijn allemaal vrijwilligers. En, en mensen van hele verschillende partijen ook. Dus uh, of uh, ja. verschillende politieke achtergrond. Hè. Sommige, sommige mensen zijn ook daadwerkelijk. Er zit altijd een raadslid bij, mm. die gewoon wat ervaring heeft en, en de kennis van het proces inbrengt. En, en ja, verder zijn het allemaal mensen van allerlei uh, pluimage. Dus ja, mm. die krijg je niet zomaar op één lijn om te gaan zeggen van oh, weet je wat, we halen nou, al die dingen. En eruit. Ik weet en, ook van tevoren niet wie hier met je gaat werken. Nee, ik, 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 heb, ik heb nu ook weer voor 22 november heb ik weer een lijst. En ik, ik, ik ken die mensen niet. Nee, exact. Oké. Okay. Um, ja, voor de mensen die echt nog meer hierover willen weten. We hebben dus uh, vorige week, um, uh, kijk even op ons YouTube kanaal, interview gehad met Jacqueline Mulders. Ja, volgens mij was het een woensdag geweest voor week. Woensdag. Ja. Bert Bransman staat daar uh, naast. Eh, en jullie hebben toen een heel interessant gesprek gehad. Dus wellicht nog meer informatie daarover de veiligheid van het uh, stem- en telproces. Zeker. Nou, volgende vraag. Ja. Katelijn van Bentum. Zouden jullie iets kunnen zeggen over bijeen en denk? En hun eventuele kansen op een zetel? Dat is de vraag nou... Ik, zal ik iets zeggen? Ja, als... ja, graag. Ja. In ieder geval Denk, die gaat, uh, zoals ik het inschat, minimaal drie uh, zetels halen. En ze staan zelfs in de peilingen nog ietsje op, op een pluszeteltje, uh, zelfs uh, mogelijkerwijs. Ze dus hebben er nu in de Kamer drie. Drie, ja. Ja, kan okay. dus ze gewoon handhaven. Ja, dus die zijn redelijk stabiel met een, eventueel een plusje naar boven toe. En bij één, dat wordt een beetje spannend, die zit in de ene peiling op één en de andere peiling op nul. Dus uh, de, de, ja, Sylvana Simons zelf komt sowieso niet terug, maar zij heeft wel een opvolger, een jonge man van 37, uh, die de ambitie heeft om dat over te nemen. Dus je hebt best kans dat die, het, uh, dat die ook daadwerkelijk in de Tweede Kamer gaat komen. Ja, ik, uh, ik denk dat alleen dat die uh, 100% een zetel gaan krijgen. Die gaan zich gewoon handhaven in de Kamer uh, met meer uh, of minder zetels. Maar uh, in ieder geval één bij, bij één en uh, denk inderdaad, uh, gewoon handhaven. Al ja. is het maar omdat zij zo anders kijken ook naar het hele Israël-Palestina-debat. Uh, of ja, uh, laat ik zeggen, dat hele... Uh, Incident. Die hele situatie ja. eigenlijk ja. in Israël uh, en Hamas... Uh, omdat zij daar zo anders naar kijken dan andere partijen. Heeft dat ook veel meer aandacht gekregen vanuit, uh, vanuit het electoraat? Ja. Uh, dus uh, dat, uh, dat is natuurlijk heel erg interessant. Uh, uh, zij springen eigenlijk in een gat van, van hoe zij, hun perspectief op die zaak, ja. die zie je bij geen enkele andere partij. Nee, dus nee. dat alleen al gaat ervoor zorgen dat zij wat stemmen krijgen. En ja. dat zie je ook terug in de comments elke keer. Mm -hmm. Als zij zich daarover uitspreken van jullie krijgen 100% ja. van mijn stemmen. Ja, die hebben, hebben we gezien, inderdaad. Ja. Ja. Nou, ik vond kan. die heeft een aantal ook hele goede uh, zaken gedaan... voor die partij in uh, de afgelopen jaren. Alleen die stopt dus nu. Maar uh, we gaan afwachten wie daar weer dan voor in de plaats uh, gaat komen. Dat denk ik ook. En uh, ja, last but not least, of ja, la laat ik wel zeggen: the least, uh, is Alexander Vicero, als ik het goed uitspreek, of Vicero. Die zegt: Bas, tondeuze, niet vasthouden aan iets dat er niet is, doet af aan je geloofwaardigheid en doet onzeker overkomen. Nou ja, Alexander, dat, uh, dat uh, ziet niet iedereen uh, zo, gelukkig. <laughs> maar ja, het mogen duidelijk zijn dat mijn haarlijn niet meer is uh, wat het 15 jaar geleden was. Oh jee. Maar uh, bij mij wel hoor. <laughs> Alexander, ik verwijs je graag door naar een foto van Silvana Simons bij een debat laatst, bij Ja 21. En uh, daar zie je mijn reactie, want mijn haar dat blijft nog eventjes. Maar ja, mocht het, uh, ja, mocht het echt niet meer kunnen, dan denk ik dat ik het moet millimeter. <laughs> maar uh, dat gaat deze podcast niet uh, meemaken, hopelijk. Ofwel, dan gaan we jaren door. Ja, als ons niet de grootste wordt, gaat de tondeus eroverheen. Ah, Oké. Okay. Ja. Ja. Uh, Dank je wel voor alle opmerkingen en kijkersvragen. Uh, mochten jullie ons steunen, hartstikke bedankt ook daarvoor. Dat wordt heel erg gewaardeerd, want het is de toekomst van deze podcast ook. Uh, hoeveel mensen er kijken en hoeveel ze ons uh, willen steunen met donaties. Mocht je dat willen doen, dat kan via deze link: blackbox.tv slash doneren. Bert, neem mij alsjeblieft mee. Naar ja. Nieuws uit Den Haag. Nieuws uit Politiek Den Haag. Ja. Um, nou, het eerste nieuwtje is dat er weer nieuwe peilingen zijn. had dus altijd welkom en ditmaal weer van uh, INO. INO ja. -no zeg ik altijd, maar het is gewoon INO. Ja, INO Research. Okay. Die heeft een uh, pagina en die hebben op uh, 7 november, en dat is twee dagjes geleden, hebben ze een nieuwe peiling uitgebracht. Ja. ja, nou, omzicht stijgt nog maar weer eens een paar zetels. Die, ja. Uh, nou ja, jullie weten wat ik daarvan vind, of wat ik erover denk. Die gaan gewoon winnen. Uh, VVD handhaaft zich. Uh, GroenLinks, PvdA, eentje naar beneden. Dat, uh, ik denk dat dat een, een trend ook wordt, hoor. Die, die gaat echt niet meer de 30 halen. Ik denk dat dat... Uh, misschien hou, blijft het op 24, maar ik denk dat VVD en NSC... Dat wordt een soort van halve-tweestrijd. Mm -hmm. Waarbij NSC wel gewoon gaat winnen. Uh, BBB valt me wel op. Ja, We gaan die, 11, die zakken uh, fors weg. Ja. Omdat NRC groeit? Dat is één van de redenen. En, uh, nou ja, bij dat ene debat waar ze allemaal waren... maakte Caroline van der Plas niet een hele goede indruk. <laughs> nee, is dat zo? Ja, ja die, die zat er ook een beetje bij als ze het niet echt leuk vond. Ja, maar zij uh, vindt dat ook allemaal een beetje gauwe hoe. Ja, ja, dat zei ze ook. Hè. Ze vond ja. het uh, gelul of wat. Nee, wat zei ze ook Maar ze zei iets van ja. uh, dat ze maar een nou, hoop we, onzin we, gekletst werd. Heel erg veel ger. En, uh, uh, en bovendien heeft Mona Keizer uh, ja, eigenlijk al opgegeven. Die heeft gezegd van, nou, ik ga geen. <laughs> uh, nee, niet... Ja, het is toch al ongebruikelijk dat je ja. premierkandidaat zegt van, nou, ja, we gaan niet meer winnen. Nee. Het, uh, nee. Als je dat in een voetbalwedstrijd zou zeggen van, nou, weet je, ik heb er geen geloof meer. In, ja, dan ga je ook verliezen. Ja. Ik moet wel, een beetje die topsportmentaliteit erin houden. Precies. Uh, FVD stijgt een uh, zetel naar vijf. Dat is opvallend omdat INO en um, Ipsos altijd FVD op drie of zo ja. inschatten. Van ja. Maurice de Hond er vrij zeker van is. En als Maurice er zeker van is, dan ben ik dat ook. <laughs> dat we ja, altijd vijf hebben. Ja, dus is het in ieder geval. Uh, wacht even, Bert, om om oh. af te maken. Van, dus als ze hier eentje stijgen, dat betekent denk ik dat ze bij Maurice de Hond dan ook wel eentje kunnen stijgen van vijf naar zes. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen hoor. Um, het is in ieder geval zo dat de peilingen van Maurice daarbij wordt aangegeven dat uh, hij aanmerkelijk meer mensen heeft in zijn, uh, ja, hoe noem je dat, pool van mensen die hun mening geven. Die zitten rond de 5000 mensen en INO zit volgens mij op 2000, Ruwweg en Ipsos op duizend mensen. Dus dat is best ja. in verhouding weinig. Um, dus ik denk dat, dat uh, ja, ik, ik neig ernaar nou om, om te zeggen... dat Maurice de Hond een iets bredere bodem heeft... Uh, onder, uh, onder wat zijn voorspellingen zijn. Maar goed, ik vind het sowieso ja. leuk om ze allemaal met elkaar te vergelijken. En ik denk, gezien het aantal comments... wat ik altijd krijg op uh, YouTube-filmpjes die ik maakte en nog steeds maak... dat er inderdaad een grote groep aanhangers van Forum van Democratie is... die uh, misschien op een bepaalde manier... Uh, wat stillig uh, zijn, maar ja, via internet zich wel uh, durven te uiten. Mm. Ik vraag me af hoe goed die ver, uh, vertegenwoordigd zijn is dus ook uh, peiling. Uh, uh, mensen. Ja. ja, nou ik, ik heb wel vertrouwen er gewoon dat er een, een soort van vaste kern is bij dat soort partijen, ja. zoals uh, FVD, uh, en, en Denk bijvoorbeeld ook. Ja. Alleen dat dat nu omwille van uh, de campagne en Israël-Palestina, dat dat allemaal dingetjes zijn waardoor er in één keer een zeteltje bij of af kan. Ja. Maar um, ja, voor de rest heb ik natuurlijk hiervoor gezegd: van we krijgen waarschijnlijk een minderheidskabinet. met NSC, VVD en uh, BBB. Dat zou dus nu zijn: uh, 5, ja, dus 29 plus 26. Dat is dan 55. Met BBB erbij is plus 8. Dus 63. Nou, het is wel natuurlijk uh, best weinig. Ja. Um, het zou nog 70 kunnen worden uiteindelijk, denk ik. En dan uh, ja, moet je verder meerdelen gaan zoeken in de Tweede Kamer. Er staat ook in de tekst, als je verder door zou scrollen... op de site waar dit op staat, van INO Research zelf... Ja. daar worden analyses gemaakt. En daar staat ook bij dat van alle partijen... NSC het grootste potentieel heeft om nog te stijgen. Te stijgen. Omdat het kennelijk een grote gunfactor is... onder de zwevende kiezers... dat ze eventueel nog wel voor om zich gaan. Nou, wij hebben ook een overwegend centrum land. Uh, die daar ook vaak uh, in beweging is, hè, mm -hmm. electoraat. Ja. dat electoraat. heb je met heel veel verkiezingen nu gezien in de afgelopen twintig jaar. Ja. En uh, ja, NSC is gewoon nu nieuwe, het uh, nieuwe hoofdstuk ja. voor, voor die mensen... om daar het vertrouwen in te stoppen. Ja, zeker. Trouwens, je ziet ook van hè, wat ik net al even uh, aanstipte... dat DENK uh, inderdaad van drie naar vier staat in deze pijl. Nou, hier, ja, dat komt, dat komt dan helemaal overheen. Ja. ja, en zelfs nog ook nog een... een, een uh, Zelfs een mogelijkheid nog twee stemmen erbij te, te winnen. Dus die zouden eventueel nog richting de zes kunnen... als het heel goed met hun gaat. Oké. Okay. Ah, interessante peiling. Zeker. In ander nieuws een, uh, ja, een, een klein schandaaltje... zou je misschien wel kunnen zeggen... tussen uh, Rico Verhoeven en Dilonie Silkes van de VVD. Laten we even kijken. Ze had een goede rechtsen volgens mij. Hè? Zullen we even kijken? Ze <laughs> kan behoorlijk uh, stoten. Kijk, het is echt een pikkel. Ook een stukje Het, het wel op een telefoonboek. Ja. <laughs> maar ik vind dat ze hier mooie series aflevert. Ja. Nee, dat zeker. Kijk, wat ze nu wel grappig... Ik vond, het, ik, vond het, ik vond het eigenlijk niet grappig. Waarom niet? Omdat, in ieder geval, het, wat ik niet grappig vond... is wat de, de, de tendens hiervan werd. Van, hé... Hey, Rico is pro VVD. Ja, maar dat kan je toch verwachten als je met de reiniging nee, gaat. Weet dan, had ik maar, zo gewoon, dan had je ze gewoon een hoek moeten nee, geven. Dan me, helemaal, helemaal ja, maar dat was dus totaal niet de insteek van, van dit, uh, dit gilde. Dat was een samenwerking met NOC, NSF. En eigenlijk om uh, kansarme mensen eigenlijk de ruimte te geven om te sporten. En dan zei je van hé, hey, we gaan daarvoor staan dat vanuit de politiek. En zij was dan, nou, ze houdt van de sport, ze doet de sport boksen, kickboksen. En we willen eigenlijk in de politiek, willen we dus daar een. Budget voor vrij gaan maken om kansarme mensen de ruimte te geven om te sporten. Nou, nou, en, daar sta, en, daar, en daar sta ik maar achter. Toch... Maar vind dit... je het vervelend dat je nu uh, als. Ja, ja tuurlijk. Want ik, ja, want ik ben, ik ben helemaal niet, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik wil gewoon. Hey, ik wil gewoon sommige dingen. Ja, weet je, de hele politieke dingen wil ik me ook niet al te veel mee bemoeien. Want uiteindelijk doe je het toch nooit goed. Dus het is gewoon van. Ja. Weet je, dit is een mooi initiatief. Daar stond ik voor. Nee, maar duidelijk. Dit is rechtgezet. Want ik dacht dat namelijk ook. Ja, Toch wel een uh, eigenaardig moment. Want eind Zeker. oktober kwam al uh, die video naar voren met Dylan Jisilgoes, die mm -hmm. een, een soort sparringsmatch had met Rico Verhoeven. Ja. Om daarna aandacht te vragen voor topsport in de politiek, of in ieder geval sport in de politiek. Uh, nu blijkt dus wat hij zegt dat het voor een, dat het eigenlijk een spot was voor kansarme jongeren om ze weer aan het sporten te krijgen. Ja, ja het, hij, hij heeft het gevoel dat, dat hij een beetje misbruikt is door de VVD. En, 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 en als je daar met een afstand naar kijkt, klopt dat denk ik ook wel. Ja. Want als je naar de VVD-Youtube uh, channel gaat, waar deze video nog steeds online staat, mm -hmm. volgens, Tenminste, uh, gisteravond toen ik het voor ja, ja. het gekkt. Ja. Dan staat er ook onder van. Uh, Dylan en uh, Rico hebben samen een campagne opgenomen om aandacht te vragen voor sport in de politiek. Ja. Maar dat is dus niet zo, nee. als ik hem begrijp, want het is voor. Om kinderen aan de sport te krijgen, Precies. kansarme kinderen. Ja. Daarom heeft hij zijn naam daar aan verleend. Precies, het was dus geen VVD-spotje, nee. maar een NRC. Het gaat voor die sportkoepel, daar ja. ging het om. En hij voelt zich gewoon een klein beetje misbruikt. En dat denkt dat ook van joh, VVD, jullie hebben zulke grote budgetten en zoveel sponsoren. Als je dan echt een reclamefilmpje gaat maken, maak dan ook de een zelf op je eigen kosten. En ga, ja. ga dit niet uh, daarvoor gebruiken. Nou, kijk, Een campagne met de wereldkampioen kickboksen van Glory, dat is natuurlijk onbetaalbaar. Ja. ja, dat, dat is. Uh, het was ook een indrukwekkende video hè, mm -hmm. voor in voor je campagne. Maar het is natuurlijk heel gênant, want zoiets komt altijd uit. Ja. als je het misbruikt. Maar het vooral, is... vooral ook, kijk, en, en als je het wilt doen, ga dan in overleg met degene die daarbij betrokken is. Ja. Ga dan van tevoren met. Je moet. Uh, verhoeven niet. Uh, ja. Daar moet je geen ruzie mee zoeken. Ja, <laughs> ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat campagne-team denkt: van, nou, weet je wat, we, we, we kanaliseren het gewoon in een video ja. zoals wij het willen. Ja, het ze framen het op hun manier frame it. Ja. Ik kom een beetje uit de commerciële wereld van mm -hmm. origine. En dan noemen ze het zelfs uh, brandjacking. Dat is ja. eigenlijk uh, een merkwaarde van een ander merk gebruiken voor een eigen ja. doeleinde. Nou ja. zie je hier het merk Rico Verhoeven. Topsport. Ja. Dat, uh, ah ja, en, de, en er zit natuurlijk nog iets bij. De, de VVD wil dit heel graag gebruiken. Omdat zij hun nieuwe opkomende ster uh, ja, ja. willen promoten als jong, sportief. Ja. En, uh, ja. en sterk. En sterk. Graadwichter. Ja. Ja. Dus, ja. Maar nogmaals, van, ik kan me niet voorstellen dat ze dat doen en niet denken van, oh ja, Rico Hoeven, die ook veel in de media is, die zal, dat, die zal er wel niks over zeggen of ja. die zal wel geen backlash krijgen. Want tuurlijk krijgt dat een backlash. Ja, dat is heel naïef. Ja, en het gaat ook nog eens over kinderen. Het is eigenlijk heel raar, heel raar om ja. dat je iets focust voor een hele fragiele doelgroep, ja. kinderen, ja. en dat je dat dan gebruikt voor je eigen campagne. Ja. Ontmerkelijk. Ja, ze ze ja, het is gewoon nou, in ieder geval niet goed doordacht. Ik, ik kan me opzichten. Nee. Uh, uh, stel, je bent, zit in dat team om, ja, om je zielkus ineens. Eh, want de beginning is toch een beetje onverwachts gevallen, ja. die moet ineens uh, groot gebracht worden, want uh, groot geschreven worden. Want ja, Rutte stapt op. Wat eerst ook nog niet eens zeker was, natuurlijk. Hè, toen, toen het kabinet viel in eerste instantie wou Rutte nog door. Maar toen uh, ineens na twee dagen werd hij min of meer gedwongen om te stoppen. Ja, ja, ja. Dus toen moest zij naar voren geschoven worden. Dus ja, zij moet ineens media-aandacht gaan krijgen. Dus waarschijnlijk heeft men gedacht: oh ja, dit hebben we toch nog liggen. Dus uh, dat, uh, dat kunnen we makkelijk gebruiken. Maar het is niet zorgvuldig om dat niet met verhoeven van tevoren bespreken. Wat vind ja. jij daarvan? En eigenlijk ook met de producenten die dit überhaupt gemaakt hebben. Nou, en het backfired totaal natuurlijk. Uh, want ja. ik vind de schande groter dan wat het je heeft opgeleverd. Ja, in ja het was gisteren ook op de radio. Ja. Radio 1. Gewoon, die waren daar ook heel negatief al. Of wil je er maar eens uit? Ja. Uh, maar goed, ik bedoel, in de peilingen zie ik nog geen uh, drastische verlaging uh, bij uh, email, Nee, maar, maar die peilingen zijn ook al, zijn ook al gemaakt vo voordat die zijn gedaan voordat dit uitkwam oh. Nou, laten we dan de volgende eens even in de gaten houden. Ja. Ja. Uh, een blunder. Ja, dat is een blunder en zo zijn er eigenlijk een aantal zaken de afgelopen twee dagen weer naar boven gekomen van verschillende partijen waar onrust is en dit was er dus eentje van. Ja. En we hebben ook iets uh, gevonden van uh, PvdA GroenLinks en we hadden iets van de Partij van de Dieren. Welke gaan we eerst doen? Laten we de Partij van de Dieren doen. Doen we. En uh, die, volgens mij hebben we hier een, een artikel, hè? de rechter geeft ja. bestuur, Partij voor de Dieren, gelijk een in integriteitszaak. Dat surt ja. het ook maar door. Ja, hè? precies. Ja. De, de, dus, hè, dus dat was al een beetje een drama, dat uh, hè, Esther Ouwehand, uh, zoals ik de, de verhalen ook op weer toevallig op de radio een keer s'avonds laat gehoord heb, uh, was zij bezig met meer macht naar zichzelf toe te trekken, en was het toenmalige bestuur daar niet mee eens. En om die reden uh, vonden zij dat zij niet in tegen te werk ging. Ja. En nou ja, goed, dat is een heel gedoe geworden. Die zijn toen opgestapt. En uh, nu zijn we nog steeds met rechtszaken bezig. En wanneer was dit gisteren of eergisteren? Ja, gisteren is dit weer uitgekomen. Hm. Ja, vlak voor het avondeten, nou weet ik het weer. Dat, uh, <laughs> uh, dat, uh, ja, dat men nog steeds met rechtszaken uh, is om te, ja. uh, uit te vechten. Of dit nou allemaal wel conform de regels was of niet. En mm -hmm. Maar net het... voor het avondeten, want hoe ging dat dan? Toen kwam, ja, ik was net aan het koken. <laughs> ja, toen zag je het. Ja. En daarom weet ik het nu weer. Ja, 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 ja. Van wanneer was het ook weer? Oh, ja, gisteren ja, ja, ja. tijdens het koken. Ja, het koeken, uh, ja. Ja. Precies, toen stond achter de pot in pannen en pannen en ineens komt dit berichtje naar voren. Nou, het is wel heel jammer voor de partij. Want ja. ik vind het altijd wel een hele frisse partij om te zien, omdat ze echt totaal iets anders willen. Ze ja. zien de wereld fundamenteel anders dan andere partijen, zelfs aan de linkerkant van het spectrum, ja. de progressieve kant van het spectrum. Ja. En dat dit dan gebeurt, dat is jammer, want ze zaten de afgelopen jaren wel in een soort stijgende lijn. Ja. Ja. Van, uh, ik heb het af en toe wel eens gezien, acht zetels of zo. Ja. heel veel voor partijen. Zeker. Zeker. En dat zal nu alweer een beetje dalen. Want ja, het denk, niet goed. Ik, ik denk dat het, hè, dit geeft weer niet heel veel vertrouwen bij de kiezers. Precies, als dit zo ja. onrustig is. En uh, dus gewoon inderdaad voor hun, uh, jammer, maar wel goed om aan te stippen hier, vind ik. Zeker. En, en ja, met PvdA GroenLinks, dat. dat blijft ook natuurlijk een, een heikel dingetje. Dat is een fusie van twee partijen... Ja. die toch dingen net wat anders zien dan normaal. Ja. Uh, Frans Timmermans is natuurlijk... een PvdA van origine. Ja. Die zegt doodleuk bij dat RTL-debat... afgelopen exact. zaterdag... hebben we trouwens dinsdag behandeld... maar toen heb ik het niet in meegenomen maar toen ging het over het stikstofdossier ja. en hij zegt oh ja dat stikstofdossier ja weet je dat is ook niet heilig we kunnen daar ook wel in veranderen we, uh... ja het ging vooral om dat jaartal 2030, 2030 waar die discussie 2030, over is ja, he, waar waar ja. Wopke Hoekstra ook al van aangifte ja dat is toch niet helemaal uh, heilig en dat mag best ietsje later ja. als, maar en, en dat, is, dat is precies ook wat Hoekstra af wat uh, Timmans nu eigenlijk zegt eigenlijk zelfde lichting ja. als wat Hoekstra nou, in die ja, tijd Hoekstra zei Hoekstra heeft alle klappen op moeten vangen ja. terwijl PVDA GroenLinks die ja, toen nog lost. Maar ja. ook samen waren ze heel vurig op van nee, we moeten gewoon ja. die stikstofdoel halen, want we moeten exact. de natuur redden. Yada, yada, yada. Ja. En hij heeft eigenlijk een soort uh, ja, handreiking gedaan richting jonge boeren. Waar de vraag uitgesteld werd: van ja, wat moeten wij nou met onze uh, ja. toekomst? Hè? Ja. We, we, wat is onze bestaanszekerheid? En ja, hij wil natuurlijk ook bij zoveel mogelijk mensen goed in het blaadje komen. Dus hij zei van nou ja, kunnen we wel wat uh, gaan doen om jullie te gemoed te komen, bla bla bla. Ja. En nu is vanuit zijn eigen partij in wezen, alleen dat was. In, het verleden, uh, GroenLinks. De GroenLinks kant. Hè? De GroenLinks kant, uh, Laura Bromet die, mm. uh, die heeft gezegd, nee, 2030 moet wel gehandhaafd <laughs> <laughs> ja. blijven. En dus ook weer zo'n signaal dat het binnen die partij nog niet allemaal helemaal koek en ei is. Ze zitten niet allemaal nog op één... Uh, exact. Alle handen op elkaar. Hey, ja. ik, ik zag uh, laatst zelfs een comment van iemand van GroenLinks die in een keer een rechtse stem uit gaat brengen. He, dus, ja. de, dus daar gaan ook nog wel wat dingetjes spelen. Misschien zak dat ook nog wel wat verder door hoor. Dat zou kunnen. Ja. ja. En het is ook zo van in de waardering, wat ik ook nog gevonden heb: dat uh, Timmermans in de debatten niet zo heel hoog gewaardeerd wordt op dit moment. Dus uh, dat is ook. Ja, dat. dat uh, ik heb niet zo'n heel solide gevoel op dit moment bij die partij. Nou ja, iemand die ik uh, heel goed ken. Alleen ze heeft gevraagd of ik niet wil zeggen wie het is. Maar die uh, is vurig voorstander van Timmermans. Omdat het zo'n juist zo'n bevlogen ja. uh, uh, leider is. Mm -hmm. Maar in jouw bevlogenheid en in jouw enthousiasme kan je wel af en toe vergaloperen. Natuurlijk. Hè? En ja. daar loopt hij natuurlijk af en toe tegen aan. Dat hij dan net buiten de lijntjes kleurt. En dan moet hij zich weer corrigeren. Oh ja, dat is kwaad al geschiet. Bij sommige ja. kiezers. Dus ja. dat, dat is natuurlijk een puntje bij hem. Ja, en, en wat er natuurlijk ook is. Gewoon, uh, dus hij zegt het ene. En mensen uit zijn partij zeggen het andere. Dat mensen denken: van ja, maar wat wordt het nu dan? Ja, ja. Daar blijft het dan ook weer onzeker, uh, onzeker mee. En nou goed, we gaan zien wat daar uh, wel of niet ja. de gevolgen van zijn. Hommelus bij verschillende partijen in ieder yes. geval. Dan heb ik, uh, ja, dit, dit komt eigenlijk net binnen, ook wel weer een opvallend uh, dingetje. Is dat er een actie is vanuit SGP, namelijk met SGP-leider uh, Christoffer. Die uh, van der Sta heeft opgevolgd. Ja. Die heeft nu een actie dat hij bij abortusklinieken uh, gaat staan. En dat heeft tot veel ophef ge geleid, natuurlijk, bij mensen die in alle vrijheid hun abortus willen doen. Hoe ja. en... gaat hij daar doen dan? Nou ja, uh, <laughs> ik lees hier um, van de redactie van nu.nl: De actie van SGP-leider Christoffer om vandaag samen met de zogenoemde pro-life wakers in de buurt van een abortuskliniek te staan, leidt tot de nodige ophef. De demonstranten benaderen vrouwen die een abortus willen ondergaan, om ze proberen tegen te houden. Alleen uh, Christopher zelf, die spreekt geen vrouwen aan, maar hij gaat er wel twee dagen staan. Oh, Oké. Okay. Ook uh, ja, opmerkelijk. Ik, ik snap natuurlijk. Maar van heeft, de heeft hij dan, ja, zijn er niet betere plekken waar hij zijn partij kan promoten? Nou ja, het, het is natuurlijk uh, bij ChristenUnie is dat misschien iets minder, maar dat is natuurlijk ook wel een heikel punt. En bij de SGP zeker dat uh, zij heel erg tegen abortus zijn. Ja. Hè, voor het leven, eigenlijk ja. voor de schepping. Ja. En, uh, maar dat is een discussie, daar kom je nooit uit. Nee. Met abortus. Hey, bedoel, dat, is goed. dat blijft uh, gepolariseerd en verdeeld. Maar ja, in campagnetijd is het wel merkelijk. Maar misschien dat hij ook denkt van: ja, maar ik moet het ook alleen maar van mijn eigen achterban hebben die tegen abortus is. En ja, dat, dat zou, zou kunnen. Ja. Maar ja, je zet je natuurlijk heel erg af van de mensen die wel gewoon voor abortus zijn. Mm -hmm. ja. Of daar in ieder geval vrij in staan. Ja, die, nou ja precies. Het opvallend uh, moment. Goed. Dan gaan we naar. Uh, de campagne moment van de afgelopen dagen. Ja. Ik wil eigenlijk beginnen met een partij die we nog niet eerder hebben behandeld. Dat is uh, JA21. Um, Joost Eermans en Annabel Nanninga, die leiden die partij nu al een paar jaar. Ik heb jaar... Annabelle vorige, vorige uitzending wel heel kort benoemd. Oké, okay, nou dan gaan we ja. er nu iets meer over <laughs> Ja, heel goed. Die zaten bij Rutger Kastrikum van Pauw in de auto, in ja. de hofcar, En daar reflecteerden ze eigenlijk op uh, het fenomeen dat er uh, Kamerleden bij hen zijn weggelopen. Die zijn naar BBB gegaan ja. of stoppen in de volgende mm -hmm. periode. Maar ook binnen de Provinciale Staten en in, de, in het Europees parlement, ik moet wel goed zeggen, mm -hmm. zijn er ook mensen weggegaan. Nou, en dat zorgt natuurlijk ook voor wantrouwen bij de kiezer. Of in ieder geval voor onrust bij de kiezer. Nou, daar reflecteert hij op. Maar blijf ik toch even zeuren, want, want uh, 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 nou ja, het politieke landschap is veranderd... en dan zie je dus ook dat er mensen bij jullie weglopen ja. naar nieuwe partijen. Dat ja. gebeurt, dat wil ja. je ja. toch... Uh, maar een ja, maar ja. daar kun je heel makkelijk over doen. Maar daar ben je natuurlijk, als je het hebt over ja. een solide beweging en een goede organisatie... dan is dat natuurlijk niet lekker. Nee, maar ook maar... een solide partij krijgt dit soort dingen voor ze kiezen. En de vraag is, hoe ga je ermee om? Ja. Het is niet de vraag van dat je niet overkomt, want het overkomt iedereen. Als je ga, zegt, mensen zeggen, want dat gaat mij niet gebeuren. Het gebeurt alle partijen. Het gaat erom, hoe ga je ermee om? Wij hebben gezegd, nou jongens, prima, andere keuzes, jammer. Maar ja. we respecteren dat en wij gaan verder. Nieuwe lijst opgesteld, met goede mensen. Het verhaal blijft hetzelfde, ja, het 21. Annabel en ik zijn gewoon gebleven. En één ding hadden de, de mensen wel gelijk in, de klagers. Die zeiden, het democratiseren gaat wat langzaam. Ik denk Ja, dat klopt, Dat doen we ook niet voor niks. Want als je het allemaal... Op een tempo doet dat je het zelf niet meer kan bijbenen, ja. dan vergaloppeer je jezelf ja. als partij. Dus dat is nou net een solide basis van ons. Of zijn wij. jullie gewoon van die haantjes die gewoon alles willen bepalen en, en, en geen ruimte we nee. nee. Geen behandelen. ledenpartij opgericht hoor, ja. met duizend leden. Ja, dit is een, uh, een, een verklaring van uh, Joost, Joost Eermans. Wat, wat vind je van zijn verklaring? Vind je het aannemelijk? Ja, het is natuurlijk een mooi praterij. Want ik denk dat dat behoorlijk hommeles geweest is. Want het begon al op het moment dat uh, die dame die achterin zit, dat is dus uh, Annabel Maninga, ja. dat zij aangaf dat zij nu de ambitie had om de Tweede Kamer in te gaan. En uh, dat heeft ze ja, gedaan toen Nikki Pauw, Verwij en noem maar op, toen die nog bij de ja, partij ja, ja. zaten. Ja. Dus ik weet niet of er toen al sprake was van dat die zouden gaan, uh, de partij zouden gaan verlaten en dat ze naar BBB zouden gaan. Maar ik denk dat het wel een extra trigger geweest is. Want uh, Annabel, die, uh, die heeft een reputatie hoog te houden dat uh, waar zij aanwezig is, dat. Uh, nou, dat er wel eens vuurwerk uh, ontstaat. Dat potten gebroken worden. Ja, ik heb wel eens uh, debatten van haar gezien uh, vanuit uh, Amsterdam... waar zij mm. dus uh, in de gemeenteraad uh, werkzaam geweest is. Ja. En uh, ja, er stond zelfs uh, vandaag in het commentaar van de burgemeester van Amsterdam. Nou, iets van dat de vlag uitging, or, dat, of dat de taart uh, gehaald is, omdat Annabel uh, daar, daar weggaat. En dat was een, natuurlijk een beetje een grapje. Ja, ja. Maar uh, er zit ook wel een serieuze ondertoon aan. Van, het is niet van oh, wat jammer dat je weggaat. Nee, ze, ze vonden het niet heel erg. Maar het punt is natuurlijk van. Uh, uh, kijk. Rechterpartijen hebben nogal een, uh, een beruchte reputatie als het gaat om opkomende partijen. Ja. Fortuin, FVD, Ja 21, BBB ook al, mm -hmm. als je dat rechts kan noemen. Um, dat, dat, dat bij snel opkomende partijen dat het heel moeilijk te handhaven is, ja. omdat je natuurlijk in korte tijd een lijst moet maken. Je weet niet vaak uh, wat je daaraan hebt, want nee. je kent ze niet al heel lang, et cetera, et cetera. Daar, daar he hebben al die partijen last van gehad en nu ook al. Een voorlichter is weg, de, ja. uh, er is nog iemand weg voor een bestuurder, hebben we ook al eerder aandacht aan gegeven. Mm -hmm. Maar wat Joost Eermans zegt, die, die draait het eigenlijk om: hij spint het. Hij zegt: Het is geen zwakte van de partij. Elke sterke partij heeft dat gewoon. Maar goed, ze zijn zelf al als afslissing begonnen. Dat moeten we natuurlijk ook niet uit het oog verliezen. Ja. Maar hij noemt het meer kinderziektes. Ja. van ja, dit, dit heeft elke partij. Ja, maar volgens mij is het gewoon uh, een, een meer fundamenteel uh, probleem: mm -hmm. uh, dat, uh, dat daar een aantal partijen zitten die zo onrustig zijn dat, het, ja, dat er steeds weer uh, een beetje <laughs> uh, wat gebeurt. Waar afsplitsingen en, en dat. Uh, en volgens mij gaat dat ook doorzetten. Ja, ik, ik wil niet blind zijn voor uh, opportunisme bij sommige politici, die denken: van oh, een nieuwe opkomende partij. Nou, dit kan me nog wel eens ja. wat opleveren. Leveren. Ja. Eh, maar hoe hij het uitlegt, is dat mensen vaak een andere verwachting hebben van een partij. Dat kan zowel van nieuwe leden zijn, mm -hmm. maar ook van een bestuur hè, die zich ja. ontwikkelt en denkt: van ah nee, we moeten een andere kant op. Dan zie je bijvoorbeeld die afsplitsingen zoals BVNL en, en Jaar in de 20 ontstaan bij FVD. Mm -hmm. ja. Of al die afsplitsingen van Fortuin die er door de jaren heen zijn geweest, zoals Leefbaar Rotterdam en zo. Maar um, ja, hij vindt dat dus gewoon een gezonde ontwikkeling binnen ons politieke stelsel. Ik vind het op zich wel interessant. Het is in ieder geval een goede spin, hè, want het maakt het weer ja. betrouwbaar. In plaats van het is dan... een goed antwoord op de vraag ja, uh, ja. In, in zijn belang. Hij maakt ze onbetrouwbaar betrouwbaar. Ja. Eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou prima, we gaan het afwachten wat de uh, gevolgen gaan zijn. Ik zelf verwacht dat ze op twee zetels blijven hangen, ditmaal. Maar uh... ja, ik, uh, het zou leuk voor hem zijn als ze drie worden. Ja. Maar we gaan wel Annabel zien in de Tweede Kamer. En daar verheug ik me op zich wel weer. van. Niet, niet, ja. niet per se dat ik nou fan ben van haar standpunten. Maar ik vind het gewoon interessant om dat soort figuren die voor wat een reuring zorgen in de Tweede Kamer. Dat zijn autonome uh, die, die, ja. mensen die niet op hun mondje gevallen zijn. Die eens een keer met wat onverwachts. Uh, die ja. de boel een beetje opschudden. Dat is heel welkom. En dat is hetzelfde met de vorm van democratie. Ik ben. Dolgelukkig dat die partij erbij zit. Gewoon ja. die kijken op een andere manier uh, tegen zaken aan. En dat is op zijn minst interessant uh, te noemen. Ja, helder. Dan, um, over interessant gesproken, uh, Geert Wilders van de PVV, die is natuurlijk aan de grote opmars uh, begonnen in deze verkiezing. Ja. Ondanks de grote opmars van NSC lijkt dat niet afbraak te doen aan zijn uh, nee. peiling. Daar nee. heb je ook iets van uh, meegenomen. Precies, uh, want ik had zelf eigenlijk al een beetje gezien, hij wordt ook een beetje vergeten. Uh, we hebben het steeds over de grote drie. Uh, en dat is natuurlijk NSC, VVD en uh, de partij van Timmermans, GroenLinks-PVDA-combinatie. Maar in een van de peilingen heb ik ook aangestipt. stond uh, Git Wilders nog maar één uh, zetel minder dan die partij. Dus die zat zo een beetje op de hielen. Dat is eigenlijk de grote vierde. Ja. Ja. En ik vond het ook heel raar dat bij die eerste grote debatten dat BBB wel was uitgenodigd en hij niet. Het ja. is gewoon, gewoon vreemd, want hij staat veel hoger in die Mag peiling. Mag ik daar iets over zeggen trouwens? Ga je gang. Ik ben dat helemaal vergeten. Maar ik heb in de tijd heb ik naar uh, College Tour gemaild. Ik zal dat even erbij pakken. Oh, okay. En ik heb toen gevraagd van waarom hebben jullie niet PV uh, erbij genomen die veel hoger, misschien wel ja. dubbel in de peiling staat dan uh, een BBB. Of wou die zelf niet ofzo? Um, ik ga het even voor je bekijken. NTR is dat toch? Of Caro uh, en CV? Even kijken. Nu, uh, nu wil ik het uh, zien ook. <laughs> uh, BBB. Maar ga jij even zoeken, dan ga ik in ieder ja, geval vertellen. Door, ja. uh, we hebben een, 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 een lijstje ook gevonden: een, een, een stukje fragment film. Waar ook een, een, een grafiek wordt getoond dat vanaf april. Toen stond PVV nog op 12 zetels, staan ze inmiddels al op 18 gepeild. En in een van de peilingen stond ze zelfs al op 19. Dus uh, daar zit echt een, uh, ja, uh, dat is anderhalf keer zoveel als wat ze in april hadden. Ja, het is, het is, het is zeer opmerkelijk. En uh, ik heb hem hier, de mail, ja? het is van uh, de Caro ncv inderdaad, college Tour. Hij zegt, of uh, de, de persoon die mij heeft teruggemaild, zegt: Beste Reniersen. Uh, dit debat vloeide voort uit het programma College Tour. De lijsttrekkers die meededen aan het eerste College Tour-verkiezingsdebat zijn allemaal eerder te gast geweest in het programma. Wilders is dus niet eerder bij College Tour geweest. De rest allemaal wel door de jaren heen. Ja. Timmermans zegt ze in 2014, omzicht 2022 en dit jaar was Caroline en Dylan uh, waren die te gast. Het zijn daarnaast ook nog eens alle vier hoofdrolspelers bij de komende verkiezingen. En waren daarom extra interessant voor de studenten om hun vragen aan te kunnen stellen. Okay. Maar verder is eigenlijk geen argument om Wilders niet uit te nodigen, nee. behalve dat hij niet eerder bij College Tour was. Dat is een raar, maar, een raar ja, argument als een reden om hem wel eens een keer te hebben. Ja ja, ja, want, ja, want, uh, <laughs> ja ja, hij is nooit hier geweest, dus we gaan hem niet ja, uitnodigen. Ja, nee, precies. Ja, ja. Dan, dan, dan dat, gaat hij ook nooit komen. Nee, als het zo blijft, <laughs> je, je, nee, dan, dan blijft dat ook zo. <laughs> ja. dus, en het is juist een goede zaak om dat open te trekken. Van, het moet breder. We ja. moeten ook een eerlijk beeld als. Uh, ja, kiezen kunnen hebben van die partijen. Dus, ja, als Caro en CV nog meer tips willen over hoe om te gaan met de programma's, kunnen we ons helpen. Dat weten tellen. wij heel goed hoor. Ja, 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 ja. ja. geen probleem. Maar uh, uh, jij wil ook nog een beeld laten zien. Ja, we hebben een fragmentje film gevonden en daar staat dat in. Dus, uh, Let's go. De PVV van Geert Wilders die is sinds de val van het kabinet in de zomer aan een opmars bezig. Kijk, in de peilingen is dit hoe ze scoren. Een van de redenen daarvoor is dat andere rechtse partijen de PVV niet uitsluiten als mogelijke partner in het kabinet. We gaan naar Den Haag, naar Roel Schrijnemagers. Roel en Geert Wilders, goedemorgen. Roel, sta je daar met een optimistische Geert Wilders? Nou, laten we het meteen vragen, meneer Wilders. Bent u optimistisch? Het ja, gaat uh, goed in ja, de peilingen. Ja, ja. Ik, ben, ik ben erg optimistisch. Het gaat hartstikke goed. Je merkt ook gewoon de groeiende steun voor de PVV. En mensen in Nederland realiseren zich ook dat als ze echt ook wat willen doen aan die grote asielinstromen, die migratie, dat dat eigenlijk niet kan zonder de PVV. Dus ja, het, Bent u de oppositie uh, zat uh, na 13 jaar? Of uh, hoe nou, lang is het? 11 niet alleen, jaar? Niet alleen de oppositie zat, maar we, we hebben ook de goede voorstellen. En Nogmaals, met Frans Timmermans en Jesse Klaver van GroenLinks, de Partij van de Arbeid... ga je in Nederland niet zorgen dat wij de immigratie- en de asielinstromen fors beperken. Dat kan eigenlijk, als je naar de peilingen kijkt, alleen maar met mijn partij. En heel veel mensen zien nu ook dat we... Ja, daar goede voorstellen hebben, daar gewoon gelijk aan hebben. Dus het, het gaat gewoon goed met de PVV. En ik hoop maar dat we de komende twee weken dat ook door kunnen zetten. Want je moet pas juichen op het moment dat de stembussen gesloten zijn. Maar u staat uh, klaar om te gaan regeren. Heeft u bijvoorbeeld ook al uh, in mensen in gedachten voor een vicepremier bijvoorbeeld... stel dat de PVV zou worden geroepen tot regeren? Ja, ik ga, daar, ik ga nu nog geen namen noemen, maar ik zou zelf het liefste... Uh, natuurlijk, er zijn sommigen die Waarom niet? Om twijfelen... Nou, omdat ik zelf het liefst premier wil worden. Dus als u zegt wie wordt vicepremier, dan gaat u er al vanuit dat de PVV niet de grootste wordt. Ik knok iedere dag ervoor dat wij wel de grootste worden. En, en, en ambitie... als u niet de grootste wordt, gaat u dan ook het kabinet in? Als nou, dat ik, zou... ik denk als wij dat? niet de grootste worden dat ik in de Kamer blijf. Maar ik ga er vooralsnog van uit dat wij gewoon mee kunnen dingen voor de grootste partij. Dan kunnen er kunnen nog heel veel dingen gebeuren de komende twee weken. En uh, dat zou ik dolgraag willen worden. Want dan kunnen we die Nederlanders eindelijk weer op één zetten in, uh, in de politiek. Ja, dit was Eer gisteren. Ja, hij is enthousiast. Ja. Ik vind, dat is misschien een beetje gek om te zeggen, maar ik vind dat hij er goed uitziet ook. Ja, hij ziet er uh, bijna gefotoshopt uit. Uh. Nou, want in, ik zou ook eigenlijk waarom ik dat vind. Is dat in de voorgaande verkiezingen uh, zat het hem wat hoger, heb ik het idee. Hij had ook allemaal tiks in zijn gezicht. Ja. Je maar ook zenuwtrekjes had hij toen. Seenie, ja, ja, in zijn ogen, bij zijn mond en hij had ook vlekken in zijn nek en zo. Mm -hmm. en, en nu heb ik het idee dat hij daar veel meer ontspannen staat. Hij, hij straalt veel meer rust uit. Ja. Of is er... Uh, Artificial intelligence op het bos. <laughs> dat gemaakte. is hem niet. Nee, maar dit, dit, dat uh, is wel goed voor hem, want hij wordt natuurlijk al jaren en dag bewaakt door heel veel Ja, uh, 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 that, that, dat is eigenlijk yeah. een, uh, een drama: gewoon dat die man. Uh, ja. We, hebben, we zouden een, 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 vrij, een vrije staat moeten zijn dat onze parlementariërs gewoon normaal door het leven kunnen. En dat kan hij al jaren niet. Nee. En, dat is, nee, en ondanks uh... dat schaalt hij nu wel heel veel rust uit. En, ja. en uh, hij, hij wil dus regeren. Hè? Die deur staat ook op een kier vanuit Dilan Jezielgoes. Of dat nou campagnetaal is. Uh, ik denk zelf van wel, met mijn gut feeling. Maar goed, we gaan het zien. Ik, ik denk nog steeds dat dat minderheidskabinet gaat komen. Mm -hmm. namelijk. Maar. Um, het lijkt alsof de scherpkantjes er vanaf zijn. Hij is iets meer uh, ja, nee, uh, maar hij, hij is, uh, benaderbaar. Zeker, hij is een soort interessante huwelijkskandidaat. Probeert hij zich uh, voor ja. te doen. Dus uh, ja, een grote flirt is begonnen. Ja, de perfecte ja. schoonzoon. Uh, ja, ideale schoonzoon. De ideale schoonzoon. Ja, ja. Dan naar de andere ideale schoonzoon, namelijk Frans Timmermans. Oké. Okay. <laughs> <laughs> um, want hij heeft eigenlijk een soort gelijke opmerking als Geert Wilders, ja. besef ik nu. Maar net, ook, ja, dat klopt. Uh, ook een beetje afkaderend. Uh, maar goed, daar hebben we ook een, uh, een stukje van. Dus we gaan even okay. kijken. Oké. Hey, als jij nou niet de grootste wordt, wat zomaar zou kunnen, dat hij het wordt, of uh, toch Jezielbus van de VVD. Uh, en je wordt tweede of derde partij. Zou je dan wel bereid zijn om in een, uh, in een kabinet met, uh, met die twee partijen te gaan zitten? Of zeg je dan, nou nee, dan ga ik voor in de oppositie. Nou ja, kijk, ik denk, ik denk uh, dat dat gewoon de nolens doctrine is. Als ze een kans krijgen, gaan ze over rechts. Dus ik wil ze die kans niet gunnen. En die kans kan ik ze Nee, dat begrijp ik. ik als we de als grootste... je de grootste wordt. Maar stel nou dat je niet de grootste wordt, zou je dan ook vicepremier... Laat ik de nee. vraag anders stellen. Nee, dan oh. word ik geen vicepremier. Oh, nee. Oh, nou, dan... nee, dat Dat wil niet zeggen dat, niet dat, zeggen, dat, niet zeggen dat ik uh, categorisch uitsluit... dat de van Arbeid uh, zouden gaan Dan niet, ik, ja, nee. ik. Ik word premier of ik word fractievoorzitter. Uh, en dat is voor mij persoonlijk. Uh, de vraag... Dank nou, wel. Het was wat aarzelend, maar ook... Okay. De vraag... Ja? De, de vraag... De, de vraag... Uh, uh, ga je dan regeren? Zal toch heel sterk afhangen van op basis van welk programma. En als zij... Uh, samen een rechtse meerderheid uh, kunnen organiseren. Als zij om ons heen kunnen, zullen ze dat niet laten. Dat is wat ik zondagavond heel sterk heb geproefd. En dat is ook in feite uh, uh, wat Pieter Omtzigt hier bij jullie heeft gezegd. Ja, zich was een dag eerder geweest en mm. die had uh, inderdaad aangegeven. Uh, nou, eigenlijk, tot mijn verrassing gaat uh, hij een voorkeur aangegeven hoe hij het zou willen uh, doen. Met een aantal hele kleine partijen. Ja, over rechts met kleine partijen. Ja, een beetje rechtsmidden, zei hij ja. Wel een meerderheidskabinet, overigens nog. Ja, op de, dat was eigenlijk zijn, uh, zijn insteek. Wel een meerderheidskabinet, maar dan een aantal kleinere partijen erin. Dus ja. echt uh, inclusief de partij waar hij afscheid van heeft genomen... CDA, daar zou hij dus wel weer mee willen samenwerken. Dat is mm. wel opmerkelijk, hoor. Ik had zo, ik, in mijn geval zou ik wel... iets meer rancune gevoeld hebben, denk ik... van als ik er zo'n nare manier uitgepest was. Maar kennelijk is hij daar... Uh, <laughs> wel weer overheen gestapt. Ja. En... Um, ja, het is dus leuk om te zien... dat uh, zowel... Uh, Wilders... als Timmermans hier aangeven... Ja. van als wij niet winnen... Dan worden wij geen minister in het nieuwe kabinet. Uh, wij gaan niet onder ja. iemand anders. Ja, dus het is of premier als we de grootste worden, ja. maar als we dus niet de grootste worden, blijven we fractievoorzitter van die Kamer. Ja. Dat is wel heel opvallend, want uh, ik, er komt dus een minderheidskabinet, denk ik. Maar de partijen op links, de dus GroenLinks-PvdA uh, en de partij op rechts, Wilders, ja. die, uh, dat zijn eigenlijk de twee partijen die wel een meerderheidskabinet kunnen regelen en veroorzaken. Ja, maar ja. Ik, ik, ik twijfel nog steeds of ze PVV wel echt serieus nemen als kandidaat. Of dat dat meer een soort campagne-retoriek is voor de VVD. Waardoor mensen denken, oh, wat is VVD in één keer open en zo, laten we mm -hmm. daarom stemmen. Ja, dat kan, hè? Dat Zou praktiek. kunnen. Maar ja, over links is ook onwenselijk voor partijen zoals de VVD en uh, BBB. Hè, die willen dat liever niet. Die willen liever nee. Over rechts ja. of een minderheidskabinet. Maar dat is toch wel opvallend, want dat zijn wel twee hele grote partijen. En, ja. Uh... Ja, het is natuurlijk allemaal sowieso een beetje onzeker, omdat ja, waarschijnlijk wordt NSC de grootste. Ja. Ja, en zich heeft nog steeds niet aangegeven dat hij uh, minister-president wil worden. Hij is nog steeds twijfel daarover, dus zelf verklaart hij het niet. Maar goed, zowel Timmermans als Wilders geven aan van wij willen het alleen maar als wij de grootste zijn. Ja. Ja, wat blijft er dan nog over? Nou, want ik denk niet dat Timmermans de grootste gaat worden. En ik denk ook niet dat Wilders de grootste gaat worden. Nee, en er is mij ook wel eens gevraagd uh, tussen de bedrijven door: bestaat er een mogelijkheid dat als Pieter Onzicht wint. Ja. Uh, en hij wil geen premier worden, want dat ja. weet hij niet. dat hij dan een lijsttrekker van een andere partij neemt. om premier te worden. Laten ja. we zeggen Frans Timmermans. Ja. En dat dat meerderheidskabinet. Maar ook, ik denk de dat dat logisch gaat komen. Precies. Uh, ik denk dat het logischer is om dan te denken: van ja, maar. VVD die zal er ook bij moeten, uh, linksom of rechtsom. Ja. Dat je dan als, stel dat omzicht het niet wil worden, om dan te zeggen: van ja, dan wordt de tweede partij het. Ja. Dus dan dat hij in je zielgoed neemt. Ja, dan, dan wordt het Timmermans ook niet. Want die wordt niet groter als de VVD, denk ik. Nee, 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 nee. nee. Behalve was het rico hoeven item heel erg... Ja, heel erg goed. Ja, precies. Slecht gewaardeerd wordt. Uh... Maar ja, het, ja. het is uh, bijna symbolisch. Hè, dus op links. En als ja. rechts heb je twee hele grote partijen. Die waarschijnlijk ja. de grootste gaan worden. Ja. die wel zeggen of ik word premier of ik word fractievoorzitter. Ja, of we blijven in de Tweede Kamer dan. Dus, uh... Oftewel, ze worden allebei fractievoorzitter. Ja, of, uh... ja, ja dat, uh, dat als, als dat gestorven. al zo is. Dan moet, ik moet bij Tim als de, zelfs dat nog zien of dat wel echt zo is. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar, uh, maar uh, ja, goed, we gaan, uh, we gaan het zien. We gaan het zien. Uh, ik heb uh, uh, weer een, uh, iets wat ik wil bijdragen over Henry Bontebal. Alweer? Ja, dit is de trilogie. Dus, We die, hebben hem nu twee keer gehad. Het ja, is dus uh, een, een, een hele kleine een fractie, die partij. <laughs> ja, vier. een regeringspartijen. Ja, nog wel, ja. ja. Nou, en, en de reden uh, is dat ik Henry Bontebal heel erg interessant vind. in de zin van ik zie hem ook echt een ontwikkeling doormaken. Ja. Het is bijna een soort coming-of-age film, deze campagne. waarin je ziet dat hij in het begin heel erg abstract is. Met ja. idealen, normen, waarden, een fatsoenlijk Nederland. Hè, allemaal die ja. holistische termen, daar is hij mee begonnen. Dat werd later, wat ik ook hier heb besproken, uh, bij op één, dat hij dat soort van vorm ging geven met ideeën, zoals een minister voor gezin. En uh, allerlei dingen waarbij waar oh ja, uh, ja, nog niet helemaal duidelijk is wat hij dan daarmee wil doen. Wat nee. wil je dan met zo'n minister van gezin? Ja, ja, dat moeten we dan nog zien. Oh ja. Ja, maar nu lijkt het wel alsof hij steeds concreter wordt. In wat maar hij kijkt is. hij naar jouw programma's of zo? Uh, naar jouw inbellen we wel eens. Ja, oh, ja, ja kijk. Ja, ja, ja. <laughs> nee, maar nu zat hij uh, bij Nieuwzuur. Nieuwzuur uh, heb ik ook al eerder gezegd: die heeft elke uh, verkiezing natuurlijk een soort special ja. met elke uh, lijsttrekker. Er zijn al een paar lijsttrekkers geweest. Maar dat, is dan, dat zijn kleinere partijen met interviews van, laten we zeggen 12 minuten. Dit was het eerste grote interview voor grotere partijen. Uh, en dat duurt al 40 minuten ongeveer. Dus uh, hij, hij, hij zegt 40 minuten, is maar heel kritisch bevraagd. Juist. En maar nu, ze zijn helemaal geen grote partij. Als, als ze het niet uitkijken, worden ze nog kleiner dan het ding. Ja, je, je heeft helemaal gelijk. <laughs> ja, ja, Nou ja, in de Kamer, nu zijn ze nog groot ja, ja, ja. En uh, er zat nu dus een oud CDA. Uh, gemeenteraadslid uit Gouda, die ja. het helemaal gehad had met CDA. En die wil nu eigenlijk verhaal halen van wat is nou het bestaansrecht van het CDA nog? Ja. versus BBB en NSC, NSC die ja. uit het CDA eigenlijk ontstaan zijn. Interessant fragment, laten we even kijken. Ja, al dus uh, Henry uh, Bontebal. Ja, wat, wat mij in eerste instantie eigenlijk. Um, opvalt is dat hij natuurlijk altijd nog een beetje holistisch blijft. Het gaat altijd over een hoopvol perspectief, een hoopvolle toekomst en zo. Maar, maar ja. ik, ik vind wel dat hij heel duidelijk is over de verschillen die er nu zijn. Um, en daar komt ook een beetje naar voren in hoe hij dus denkt en hoe mm -hmm. hij is. Want dit is namelijk gewoon een hele progressieve po politicus. Hey, maar um, hoe realistisch vind je hem? Um, in dat opzicht is het realistisch, omdat er al hele progressieve kaders zijn gesteld. Hè? Hij noemt klimaat, hij noemt ja. Europa. Nou, er zijn al heel veel partijen die ook een soort snellere eenheid willen met Europa. En die klimaatplannen die zijn natuurlijk al uitgerold met de Green Deal, Parijsakkoorden, et cetera. Maar het is natuurlijk opvallend, Bert, dat een hele conservatieve partij, namelijk het CDA nu zo'n progressieve lijst trekt. Ja, 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 ja. En dan zegt van, wat is het verschil nou... tussen NG ja. en BBB? Nou, wij denken heel goed over Europa na. het ja. klimaat. Ja, en de jongere is... generatie. Dus bijna een soort D66-achtige uh, uh, thematiek. Ja, maar mijn, uh, mijn vraag was eigenlijk... hoe realistisch is... Het? waarom? Omdat ik... Um... En dit is gewoon een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Dus ik betreur het zeer, maar ik ontneem u het woord. U mag niet meer meedoen aan de praatslaging vandaag. Het is vaak als jij praat dan... Ja, ze uh... moet mij hebben. Ja, het, ja, ja. Uh... Nee, maar ik, ik, ga, ik ga gewoon door. Ik trek mij er niks van aan. Nou, oké. Okay. Um, want ik heb uh, Henry Bontebal van de Week elders horen zeggen... Ja. dat hij verwacht dat zijn partij 15 zetels gaat halen. <laughs> Hoe realistisch is dat? Ja, ik denk dat hij uh, daar nog wel een paar keer voor uh, mag bidden. Uh, want, uh, die gaat hij niet krijgen. Nee, dat denk ik ook niet. Dus dat, uh, nee, hij zakt alleen maar. En um, kijk, uh, zijn laatste opmerking is: dus... Eh, la laat even dan los van de inhoud. Hè. Hij ja. heeft eigenlijk een hele progressieve idee. Ja, logisch, want uh, NSC en BBB die zijn wat conservatiever. Maar um, dat even terzijde: hij zegt dus ook: partijen zoals het NSC die komen heel veel met kritiek. Ik heb ook wel eens gehoord systeemkritiek, systeemfalen. Ja. Uh, dat klopt natuurlijk ook. Maar NSC, die komt ook wel met oplossingen. Hè? Wat hij dan wil, democratisch gezien. En met ja. een, een nieuw kiesstelsel, et cetera, et cetera. Alleen hij zegt, ja, maar hij, hij zit alleen maar aan het afkraken. En wij niet. Wij denken ook aan de toekomst. Wij komen met een toekomstplan. Ja, nou ja, en, uh, maar zich heeft juist aangegeven dat hij af wil van wat er de afgelopen periode gebeurd is. Dat uh, besluiten vanuit. Eigenlijk maar de minister-president met eventueel nog twee ministers daarbij uh, werden besloten in het torentje, in het duister. En dat er niet zelfs de minister de totaliteit eigenlijk gepasseerd werd en de Tweede Kamer al helemaal genegeerd werd. En daar ja, wil de, hij de, van af. En ja. En, en ja, dat is toch echt anders dan wat CDA uh, heeft laten zien de afgelopen jaren. Want die werkte daar vrolijk aan mee. Ja, dus... de, de... Ja, dat is inderdaad weer een ander punt. Kijk, wat jij zegt, dat klopt. Hij wil van heel veel dingen af, maar hij heeft ja. wel alternatieven. Ja, precies. De, Dus het is niet alleen maar afbraak. Ja. Het is ook gewoon met. Nee, maar het is, juist, ook... juist ook het idee van om met een minderheidskabinet te gaan regeren, is daar ook een, een verlengde van. Want dan moet je altijd in overleg. Ja. Dus, dat, dus daar, daar zit op zich vanuit om zich zijn visie best wat in. En dat is ook vernieuwend. En goed, we weten natuurlijk nooit hoe dat in de praktijk gaat uitpassen, uitpakken. Mm. Maar dat zou een optie kunnen zijn. Ja. En en wat Bontebal doet, is gewoon troch, toch door blijven gaan op het paadje zoals het al lag. Ja, en. en um... Dit interview was dus gisteravond. de ja. omzicht heeft ook inmiddels gereageerd op het Kijk. interview met Bondwoon. Hij heeft gezegd: het is totale onzin. Kijk uit. Ja, en dat was het. Oh, <laughs> ja, maar het is ook heel makkelijk te weerleggen. Je hoeft ja. het programma te pakken en je ziet ideeën. Het is niet ja. alleen maar afbraak, afbraak. Ja, en dat is dan een laatste punt. Want dat is wel een goed punt wat jij afmaakt van. Um, CDA was er wel gewoon bij de ja. afgelopen jaren. Het was er jou partij. Ja, en dat is iets, dat is een. Um, een tendens die ik heel veel zie deze campagne met zowel Dilan Yeşilgöz ook VVD ja. als Henry Bontenbal dat zij natuurlijk nieuwe lijsttrekkers zijn ja. maar ze zijn geen nieuw kid on the block Nee. Ze hebben het tijd over. We moeten vooruit kijken, niet achteruit kijken. Dat zegt hij hier ook, even, ja, We moeten ja, aan de toekomst bouwen. Maar ja, ze, 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 ze willen gewoon niet afgerekend worden om wat er de afgelopen ja. twaalf jaar allemaal misgegaan is. Neem daar ook eens verantwoordelijkheid voor. Ja, want je bent gewoon niets. politiek verantwoord om, om daar ook naar te kijken, te reflecteren. Ja. En, en als mensen dan daar wat over zeggen, vind ik het wel makkelijk om te zeggen: Ja, ja maar toen was ik er nog niet. Nee, maar ze waren er wel. want was al minister en uh, Bontebal, die heb ik al heel vaak gezien in de Tweede Kamer. Dus ze waren er gewoon bij. Ze zijn onderdeel ja. van dat. Van dat wat hier mis is gegaan. Ja, dus dat de partij land. niet net opnieuw is ontstaan. Nee zo, Ik bedoel, je, je moet daar ook naar kijken en dan ben jij verantwoordelijk. Zo Just. werkt dat in de politiek. Ja. Als er nu naar voren komt dat de CDA hoofdverantwoordelijk is voor een heel groot schandaal, ja. moet Bontebal aftreden. Zo ja. werkt dat gewoon. Zo is dat. Ja. ja. Nou, laat ik met die resolute uitspraak eindigen. Of heb jij nog een kerstbedaard? Nee hoor, jij, jij mag afsluiten. Oké, okay, oké. Okay, okay. nou, hartstikke bedankt weer voor het kijken. Ik dank ook mijn compaan Pet Bransma wederom voor deze fantastische uitzending. Um, verkenners nummer 8 alweer. Mooi. Dinsdag zullen wij weer met verkenners nummer 9 komen. Er zijn weer wat debatten ook dit weekend die we dan weer uitgebreid gaan uitmeten. Mocht u ons willen steunen, dat kan via deze link. Blackbox.tv slash doneren. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende.